Hey Bob jongen, ik sta hier voor jouw grote droom. Kom je me halen? Annemarie Fokkens, droomprinses, kom je even in mijn kasteeltje? Ja. Of moet ik met haar laten vallen? Dit is echt gewoon een mooi kasteel. Mooi toch? Ja, prachtig. Kan er maar één zijn. Eindelijk tijd. Ah, wat tof, hè? Annemarie Fokkens, goed jou te zien. Wat leuk dat je ons wil ontvangen. Nou, een thuiswedstrijdje voor mij deze keer. Hè? Ja, fijn hè? Ja. Sta jij een keer aan het roer? Ja, en dan wil ik jou eens laten zien wat wij hier allemaal geklust en gebouwd en gemaakt hebben. Want dit is jouw droom hè? Dit is, eigenlijk steeds groter geworden dan oorspronkelijk het idee was. Maar het is heel erg gaaf. 5000 vierkante meter, vol met activiteit en bedrijfjes en partijen die allemaal in die driehoek sport, marketing, media actief zijn. En het functioneert, het werkt, het is leuk, het is voor heel veel mensen succesvol, dus ik ben er heel blij mee. Nou, laat maar zien. Ja? Yes. Trapje op. Hoppatee, sportief hè, je hebt zelfs de gympies aan jongen. Dit is nou het coolste kantoor van Nederland. Ja, ik wou net zeggen, maar dit is ook een heel belangrijk punt op kantoor. Hè? Want als je die kant op kijkt, dan zie je de belangrijkste vrouwen op ons kantoor. Ja. En je ziet, Annemarie, dat eigenlijk alle belangrijke vrouwen in mijn leven zijn blond. Mooi, hè? Mooi, hè? Ja, vind ik fijn om te zien. Allemaal. En dan hebben we hier de grootste sportbibliotheek ter wereld. Althans, Nederlandstalig. We hebben hier 3.500 sportboeken staan. Heel leuk als we even hier naar binnen kijken. Ja. Want daar hangt ook nog iemand die een hele belangrijke rol heeft gespeeld in de groei van dit bureau. Dat is mijn pa. Wat mooi dat je die achter zo hebt hangen. Ja, dat is ook mooi. En zo kijkt hij ook mee over kantoor. Hij is 3 jaar geleden overleden. Oh. Dus hij is er niet meer bij. Het is ook heel raar voor mij om te beseffen. Hè. Dan creëer je zoiets. En dan weet je hoe ontzettend trots hij zou zijn geweest op dit hele verhaal. Mella, jij bent de PA van Bob, hè? Hi, ja, dat klopt. Hi. Hoe is hij nou in het echt? Want wij kennen hem natuurlijk van tv en dan is hij heel leuk. Maar hoe is hij nou als baas? Maar in het echt is hij ook wel heel erg leuk, hoor. Ja? Hij heeft wel een handleiding. Je moet wel weten hoe je met hem om moet gaan, denk ik. Maar na 4,5 jaar samenwerken gaat dat heel goed. Heb jij het in de gaten? Ik heb het redelijk onder controle. Wat is zijn meest misselijke eigenschap eigenlijk? Dat hij altijd gelijk heeft. Ja. Dat lijkt me ook heel vervelend. Ja. Ja, hij heeft altijd gelijk, en dus dat moet je ook aan toegeven dan. Dus, Nooit huilend naar huis gegaan? Dat kan ik niet geheel ontkennen, maar niet naar huis gegaan. Niet huilend naar huis gegaan. Okay. Het is wel altijd weer goed gemaakt dan. Ja. Okay.